Hey hier, ik ben het, Ton Hauske. Welkom terug bij de laatste, waarschijnlijk de laatste aflevering van Book of Potions. Laatste keer Floor Gang, laten we beginnen. Ja, Puut is al gestopt met Floor Gang, dus ja. Ga ik ook maar stoppen met Floor Gang, lezen maar. Hey jij, lezen! Wat zo? Toverstok. We zijn er. Heb je het geraden? Ja, voor de laatste uitdaging hebben we het meest verfijnde en gelukkige aftreksel nodig. Felix Fortunatus. Mijn eigen uitvinding, mijn meesterwerk, de kroon op mijn carrière. Geluk in een flesje. Als je deze drank goed brouwt, heeft de drinker geluk bij alles wat hij onderneemt. Maar pas op! Als je hem te vaak gebruikt, is hij erg giftig en kan hij extreme roekeloosheid veroorzaken. Zwerkbalfans protesteerden al snel, want ze vonden het oneerlijk om geluksdranken te gebruiken. Mijn drank werd volkomen terecht verboden bij alle wedstrijden. Behalve bij toverdranktoernooien. Ja, denk je dat je hier goed genoeg voor bent? Het zou kunnen. Ik herinner het me nog goed. Het ei van een aswinder. Gevaarlijke wezens, geboren uit vuur. Murtlapgroeisel, een van mijn geniale invallen. Je hebt al je vaardigheden nodig als je eierschalen uit het nest van de gevreesde Okami wilt halen. En als laatste moet je de toverspreuk uitspreken. Felix Sempra! Victor Sempra? Oké. Goed. Volgende pagina. Nog een extra ingrediënt. Vergeet niet om het te testen. Een paar druppels Felix Fortunatus zorgen dat je genoeg geluk hebt om de laatste uitdaging te halen en de ketel te veroveren. Kom op, sla de bladzijde om. Nu hebben we een aswinderij nodig, dus we gaan ons eerst verdiepen in magische slangen. Je weet inmiddels wat je moet doen. Gebruik je toverstok op de pagina. Ben je al voor? Kom op, zei het me. Een asgeter... Een wezen van vuur dat wordt geboren uit de gloeiende resten van verwaarloosde magische vlammen. De aswinter is vooral gevaarlijk voor tovenaars die niet goed op hun vuren letten bij het toverbrouwen. Op hun vuren? Wat? Je moet het vuur tot leven brengen. Hou je gezicht dicht bij het boek en blaas op de gloeiende sintels. Of zwaai met je handen om de vlammen op te laten laaien. Zo ja... Dat is makkelijk. Ja, daar had ik je misschien voor moeten waarschuwen. Maar als ik dat gedaan had, dan was dit een stuk minder leerzaam geweest. Heel goed, onze vlam heeft nu wel lang genoeg gebrand. Eens kijken wat er uit je voorschijn komt. Er zijn alleen nog uitdovende sintels over. Het wezen zal nu zo wel verschijnen. De aswinder. Wat een opmerkelijk dier. Pak dat vergrootglas maar op. Ja. Hou nu de move-toets ingedrukt. Ah, oog. Je ontdekt de aswinder door naar haar roodgloeiende ogen te zoeken in de donkere hoekjes waar ze het liefst zit. Ah.
lichaam. De aswinder heeft een dun, bleekgrijs lichaam. Ze leeft maar een uur en valt dan als stof uit elkaar. Ja, mijn ding is nog goed. Je moet nog één ding uitzoeken. Zie je waar het is? Ik zie het waar het is, maar mijn move controller is aan het kloten. Wat? Een wezen van vuur dat wordt geboren uit de gloeiende resten van verwaarloosde magische vlammen. De aswinter is vooral gevaarlijk voor tovenaars die niet goed op hun vuren letten bij het toverbrouwen. Je moet het vuur tot leven brengen. Hou je gezicht dicht bij het boek en blaas op de gloeiende sintels. Of zwaai met je handen om de vlammen op te laten laaien. Heel goed, onze vlam heeft nu wel lang genoeg gebrand. Eens kijken wat er uit de voorschijn komt. De aswinder. Wat een opmerkelijk dier. En wat hebben we hier? Pak het vergrootglas eens op. Eieren. De aswinder legt haar wit-hete eieren op verborgen plekken. Bijvoorbeeld in de fundering van een huis. Dat is heel gevaarlijk. Als dat gebeurt, kan alles in de buurt binnen een paar minuten in vlammen opgaan. Zo, pak nu je toverstok weer om verder te gaan of blijf zoeken. Ja, we weten de rest al. Cool. Smeulend ei achtergelaten. Nu moeten we voorzichtig het aswinder-ei in de ketel doen. Goed, in de ketel. Goed, de eerste stap naar Felix Fortunatus. Is dat het? De fles is vies. Maak hem schoon met je handen. Het brengt ongeluk als je het verkeerde ingrediënt toevoegt. Schud hem nu om de mierikswortel goed te mengen. Tijd om te gieten. Gedaan. Het begint al wat te worden. Je moet hem verhitten. Joe, hij borrelt lekker. Laat hem afkoelen tot hij tegen de kook aan zit. We warmen hem een beetje op. Hij kan niet warmer meer. Goed, denk eraan. Je kunt dit ingrediënt uitproberen in het hoofdstuk brouwen. De toverdrank ontwikkelt zich beter dan ik durfde te verwachten. Maar er is nog meer te doen. Sla de bladzijde om. Nu het sap van de sterhyacintbol. Wat is een sterhyacint, hoor ik je roepen. Gebruik je toverstok om het plaatje omhoog te trekken. De sterhyacint is een felgekleurde bloeiende plant uit de aspergefamilie. Je moet het ingrediënt oppakken. Gebruik je toverstok. Uitstekend! Je kunt drie delen van de plant onderzoeken. De bloem, de stengel en de bol. Tijd om een kijkje te nemen. Pak je vergrootglas. We kunnen dit ingrediënt van heel dichtbij bekijken. Onderzoek het met je vergrootglas. Ah, bloem. Vanwege de opvallende blauwe kleur met het witte oog noemen ze deze soort sneeuwroem. Heel fantasievol. Ah, stengel. Dreuzels gebruiken sommige sterhyacintsoorten als hoestmiddel.
Dus misschien is dit het ingrediënt dat Felix Fortunatus zijn typische zachte smaak geeft. Wie de drank eenmaal geproefd heeft, vergeet hem niet snel meer. Ah, Bol. De plant gaat na de bloei in winterslaap tot de volgende lente. Je kunt de bollen best tijdens de bloei oogsten. Haal je toverstok er maar bij. Herinner je je het recept nog? De sterhyacintbol moet uitgeperst worden. En nog een paar. En nog een paar. Zo, de perfecte hoeveelheid sap. Onze trouwe vriend, de hamer. Giet er het sap van één sterhyacintbol bij, meer niet. Niet slecht, we zijn er bijna. Roer hem nu vlug door. De lepel graag. Zo, ja. Soepel en snel. Nu moeten we het groeisel van de rug van de murtlap fijn snijden en bij het mengsel doen. Wees maar blij dat je niet met een levende murtlap hoeft af te rekenen. Die bijten nogal snel als je ze een reden geeft. Zo, klaar om gesneden te worden. Je hebt je mes nog, zo doe je dat. Zo te zien is het klaar. Pak je toverstok. Voeg ze voorzichtig toe. Voeg nog een paar stukjes toe. Heel goed. Dat is fijn gesneden en toegevoegd. Dus nu is het tijd om de drank te verwarmen. Tijd om de boel op te stoken. Haha, zo moet dat. Oh, hou de temperatuur in de gaten. Om dat vuur aan te wakkeren. We hebben meer hitte nodig. Nee hoor, hebben we niet nodig. Precies goed. Tijd voor iets minder warmte, zodat die kan pruttelen. We moeten heel zeker weten dat we het goede ingrediënt toevoegen. Veeg de fles af, voorzichtig met je hand. Dat is het spul dat we nodig hebben. Vooruit, doe het maar in de ketel. Nu moet je langzaam roeren. Nu de lepel. Zo moet dat. Om te kijken hoe het met onze Felix Fortunatus gaat. We gaan hem uittesten. Daar is onze pad. De dapperste, of de, om de toverdrank te testen, gieten we wat over hem heen. Ja, dat doet deze toverdrank in dit stadium. Goed gedaan. Uitstekend. We zijn halverwege het brouwen van ons vloeibaar geluk. Mooi. Dit komt vast van pas. We naderen de laatste fase. Sta je ook te trappelen? Sla de bladzijde om. De zilveren okami-eieren worden gewaardeerd door toverdrankbrouwers. De okami is een legendarisch wezen uit het Verre Oosten. Het is enorm agressief en moet alleen in noodgevallen benaderd worden.
Draai je boek eens rond. Kijken of het uit wil komen. Kijk, het komt uit. Geweldig. Voorzichtig, zelfs de baby's kunnen agressief zijn. Eens kijken. Pak je vergrootglas erbij. Daar, moet je zien. Wat? Eieren. Okami-eieren zijn van puur zilver. Er is veel vraag naar, want de eieren hebben glansverhogende eigenschappen en zijn voedend voor het haar. Je kunt nu blijven zoeken of je pakt je toverstok om verder te gaan. Lichaam. Het slangachtige lichaam van de okami kan bijna 5 meter lang worden. Het dier kan zichzelf en zijn eieren dan ook uitstekend verdedigen tegen de meeste rovers. Pak je toverstok, die komt vast van pas. Voedsel. De okami eet vlees. Hij jaagt op de grond op ratten en plukt vogels uit de lucht. Af en toe haalt hij zelfs een aap uit de boomtoppen. Zo, de eierschade voor de Felix Fortunatus. Je hebt je toverstok nodig. Zo ja, we zijn klaar. Nu moeten we een okami-nest zien te vinden. Daar, okami-veren. Stil nu, we zijn op de goede weg. Kijk, er is een aardverschuiving geweest. De betoverde tuin wordt steeds gevaarlijker. We moeten dat puin uit de weg zien te ruimen. Ik neem aan dat je de gruizelvloek niet kent. Ik geef toe dat ik gek ben op deze spreuken. Toe maar, maak een beweging met je toverstok en blaas die stenen uit de weg. Helemaal vrij. Uitstekend. Eens kijken wat hier achter ligt. Een verlaten nest. Moeder Okami en haar spruiten zijn vast voor de aardverschuiving vertrokken. En ze hebben deze prachtige eierschalen voor ons achtergelaten. Wat? Door de spreuk zijn er nog meer rotsen gaan schuiven. We moeten zorgen dat de eierschalen niet bedolven worden. Snel, gooi een spreuk naar die vallende rotsen voor ze de eieren verworzelen. Kijk uit voor de eierschalen. Reducto! Vernietigen! Ja, gebruik een spreuk! Ben je klaar? Snel, gebruik Reducto! Bescherm de eierschalen. Kom op met die vloek. Raak dat ding. Daar, gebruik een spreuk. Reducto. Vernietigen. Kom op met die vloek. Snel, gebruik Reducto. Raak dat ding. Kijk uit voor de eierschalen. Daar, gebruik een spreuk. Raak dat ding. Bescherm de eierschalen. Reducto. Zo ja, volgens mij was dat de laatste beweging. En we hebben genoeg eierschalen. Oh, ik weet niet waarom je je zo druk hebt gemaakt. Om vooruit. Goed gedaan. Doe het in de kom. En doe er nog eens wat bij. Pak de stamper. Je moet alles vermalen. We kunnen nu beginnen met malen. Zo, pak je toverstok maar weer. Kom op. Goed werk. Natuurlijk. Meng de vermalen eierschaal er goed doorheen door langzaam te roeren. Pak de lepel. Mooi zo. Dat is goed. Zo, ga door.
Zo ja, we zijn nu bijna klaar. We verwarmen de boel. Goed, en nog een keer. Tijd voor iets minder warmte, zodat die kan pruttelen. Voeg nu het allerlaatste ingrediënt toe. Verpulver de wijnruit. Maak eerst die flessen schoon. Dit is niet het moment om fouten te maken. Veeg hem af. Wacht, het lijkt erop dat je deze eerst moet. Daar gaat het. Maar dit is het moment om te roeren, niet om sentimenteel te doen. Hou jezelf een beetje in de hand. Aan het werk. Goed, nu de egel. Zo ja, we zijn nu bijna klaar. Tijd om de boel op te stoken. Hou vast. Tijd om dat vuur aan te wakkeren. We hebben meer hitte nodig. Weer een ingrediënt voor onze experimenten. We laten ons Felix Fortunatus mengsel even bezinken. Ondertussen kun je een verhaal lezen uit de tijd dat ik de toverdrank heb uitgevonden. Als je wilt, sla de bladzijde om. Dus, terwijl de drank staat te trekken, daar gaan we. Felix Fortunatus, dat vaak ook vloeibaar geluk wordt genoemd, is mijn meesterwerk. Het kroonjuweel van mijn toverbrouwschap. Toen ik nog leefde, hield ik niet van bezoek op mijn eiland. En probeerde ik indringers af te schrikken, zodat ze niet terug zouden komen. Maar op een dag lag er een magere, haveloze jonge man op zijn buik op de glibberige zwarte rotsen bij mijn huis. Hij was meelijdwekkend zwak en vertelde me dat hij Tertius heette. Ik nam hem mee naar mijn grot en zorgde dat hij weer beter werd. Hij vertelde me het verhaal van zijn zware leven. Tertius was wees en de jongste van drie broers. Hij was de enige. Wat was er zo bijzonder aan Tertius? Dat klinkt niet helemaal goed. Weet je het zeker? Tertius was wees en de jongste van drie broers. Hij was de enige tovenaar in een niet-magische familie. Zijn oudere broers waren bang voor zijn vreemde krachten. Ze braken zijn toverstok en joegen hem na de dood van hun ouders het huis uit. Tijdens zijn vlucht viel Tertius in zee en hij spoelde aan op Rottumereind. Ik wilde Tertius niet bij me houden, want ik kon geen pottenkijkers bij mijn experimenten gebruiken. Ook mocht niemand weten wat ik net had gekregen. Want dan zouden ze het onmiddellijk willen stelen. Ik gaf hem dus wat muntgeld, een nieuwe mantel en een pot. Daarna bood ik hem een afscheidsdrankje aan. Hij wist niet dat er Felix Fortunatus in zat. Toen hij de zee naar het vasteland overstak, blies de wind hem uit zijn koers.
Hij kwam aan land bij het huis van de enige. Hij kwam aan land bij het huis van de enige tovenaarsfamilie in een omtrek van 75 kilometer. Ze maakten zich grote zorgen toen ze hoorden dat hij geen toverstok had en vroegen of hij misschien met ze mee wilde naar de weg is weg. Toen ze in die straat vol magische winkels waren aangekomen, vond Tertius een zak. Wat had hij gevonden? Ja, hij vond een zak goud in de goot en daarmee kocht hij een toverstok en nieuwe gewaden. Op het moment dat hij langs Goudgrijp liep, hoorde hij twee tovenaars zeggen dat ze daar vloekbrekers zochten. Tertius solliciteerde en werd aangenomen. Hoewel het effect van de Felix Fortunatus na 12 uur verdween, keek hij nooit meer om. Hij werd een van de beroemdste vloekbrekers die ooit bij Goudgrijp hebben gewerkt. Ondertussen nam hij met veel plezier wraak op zijn broers. Hij stuurde ze een grote fles waarvan ze dachten dat er boterbier in zat. Maar die eigenlijk een paar liter extra sterk. Inderdaad, een van mijn beste herinneringen. Denk even goed na, wat zou jij ze gestuurd hebben? Subtieler. Een paar liter extra sterk slinksap. Ze krompen allebei tot het formaat van een kever. Volgens het verhaal brachten ze een paar dagen onder een kas door, waar ze zich verstopten voor een kat die ze wilde opeten. De uitdaging. Of niet soms. De tijd is gekomen. Ben je klaar om mijn beste drank af te maken? Ben je klaar? Maak het gebaar en zeg me na. Felix Sempra. Rick de Sempra. Zo ja! Ja, doppel hem in de toverdrank. Voorzichtig, zorg dat je niets knoeit. Zo, goed gedaan. Zet hem maar op het boek. Felix Fortunatus, mijn grootste kunstwerk. Gebrouwen en gebotteld door jou. Nu zijn we heel dicht bij ons doel. Ben je klaar? Klaar om iedere uitdaging aan te gaan? Goed, ik ook. Ik ook. Wijs op die kaart daar en druk op de move-toets. Hoppa. Na 5 eeuwen. De gouden toverketel is binnen ons bereik. Ik kan het nauwelijks geloven.
grote slot kiezen. Wat zal de kampioen van zijn stijl doen? We moeten op alles en iedereen voorbereid zijn. Je moet wat Felix Fortunatus drinken. Zo, voel je het? Dat gouden gevoel van ongekende mogelijkheden? Ik ben mijn hele leven bezig geweest om deze drank te perfectioneren, dus ik heb niet veel tijd gehad om ervan te genieten. Misschien als ik... Maar genoeg daarover. Tijd om de ketel te veroveren. Onze toekomst wacht. Het komt nu allemaal aan op Felix en op jou. Nou, zo ja. Vertrouw op je instincten. Zoek het slot dat goed voelt. En als je klaar bent, laat je los. Draai het boek om alle sloten te bekijken. Welk sleutelgat trek je het meest aan? Weet je het zeker? Is wat? Dat hem? Zo ja, zo ja. De gouden toverketel is bevrijd. Hij is van ons. Je hebt gewonnen. Het is je gelukt. Oh, ik hoop dat ik geholpen heb, maar jij verdient alle lof. Je was geweldig. Een toverbrouwmeester van het hoogste kaliber. Een aanwinst voor Zwijnstein en het toverdrankenboek. Ik ben door het donder heen. Ik ben duizelig. Ik heb eindelijk rust gevonden. Het is nog niet voorbij. De winnaar van Zwijnstein krijgt de kans om een zelfbedachte toverdrank te brouwen in de gouden toverketel. Oh, wat voor magnifiek mengsel zal onze nieuwe toverbrouwkampioen voor ons maken. Niks. Vooruit, het is tijd om je te bewijzen. Het komt nu allemaal op jou aan. Met jouw talent kun je een drank creëren die de geschiedenisboeken haalt. Daar, misschien niet de meest glamoureuze plek in de tuin, maar ik weet zeker dat we iets kunnen vinden tussen deze potten. Ja. Oh, zo ja, dit is best leuk. Meer potten? Daar kunnen we maar één ding mee doen. Sla erop. Ah. Jeetje, bijen. Zwaai met je toverstok. Voorzichtig. We moeten verder. Zwaaien. Zwaai voor je leven. Wuif met je armen. Wuif die rook weg. Doorgaan. Zwaai met je armen. We moeten van die rook af. Kom op. Meesterlijk mapwerk. Wat heb je gevonden? Nee, maar je hebt heksenknoop gevonden. Een buitengewoon zeldzame vijverplant. Tovenaars die door het verre oosten reisden, hebben me over de kloppende bloedrode bloembollen verteld. Ik heb geen betrouwbare informatie over de eigenschappen, maar we kunnen er beter voorzichtig mee omgaan. Oh, wat een spanning. Blijf zoeken. Er is hier vast nog iets anders te vinden. Eens kijken wat er in die potten zit. Geef ze een dreun. Goed hamerwerk. Goed. Die is kapot. Wuif de rook weg met je handen. Ik zie niks. Eens kijken. Oeh, dit zie je niet vaak. Deze plant noemen ze breekmoeskruid. Kijk, de zaden bevatten een dikke, klonterige substantie. Ik heb er ooit over gelezen. De eigenschappen zijn nooit beschreven, maar ze zeggen dat die gevaarlijk is. Neem wat mee, maar gebruik het voorzichtig. Snel, we gaan verder nu we nog geluk hebben. Een bevroren grot. Eens kijken wat daar te vinden is. We zoeken ontzettend zeldzame ingrediënten. Denk eraan. Een slim gebruikte vuurspreuk kan ons hier helpen. En daarna kunnen we natuurlijk ingrediënten gaan zoeken. Gebruik een spreuk om het ijs te smelten. Nu komen we ergens. Inderdaad. En opnieuw, kijk uit waar je dikt.
Goed gespreukt. Eens kijken wat je hebt gevonden. Bij de baard van Merlijn. Dat kan niet. Je kunt niet... Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Je hebt miraculosum gevonden. Ik dacht dat het een mythe was. Een verzinsel om toverbrouwmeesters gek te maken en ze van het onmogelijke te laten dromen. Deze plant moet ongelofelijke eigenschappen hebben. Wat ben je toch een geweldige toverbrouwmeester. Ik wist wel dat je bijzonder was. Ik voelde dat je anders was. Oh, dat heeft de boel opgewarmd. Mooi werk. Dat werkte niet. Nog een keer. Waar mikte je nou op? Dat is goed. Vraag me af wat dit is. Je hebt Delfstoffersdroom gevonden. Deze plant is heel zeldzaam en gewild. Zie je die glanzende koperachtige bladeren? Sommige primitieve tovenaars gebruikten ze in plaats van munten. Niemand heeft nog uitgezocht of je hem in toverdranken kunt gebruiken. Neem wat mee, dan word je misschien beroemd, omdat je de eerste bent die deze bijzondere plant heeft bestudeerd. Terug naar de kaart, jonge toverbrouwer. De sterkste toverdrank van allemaal is binnen ons bereik. Als ik gelijk heb je de ingrediënten gevonden voor een legendarische toverdrank, waarvan ik zelfs nooit heb durven dromen dat ik hem zou kunnen maken. Het hoogst haalbare in je kunst. We moeten onmiddellijk terug naar de gouden toverketel. Het is tijd om je toverdrank te gaan creëren. Wat gebruik je eerst? Doe het erin. Als tweede? Wat nu? Ik heb geen idee. Laatste. Ben je klaar? Deze keer hoef je verder niets voor te bereiden. Je hoeft alleen maar een magisch gebaar met je toverstok te maken. Jij bent nu de hoofdtoverbrouwmeester. Maak een gebaar dat goed voelt. Het is aan jou. Gebaar wat goed voelt. Ja. Zo, heel goed gedaan, jongetje. Met je toverdrank. Goed. Om de toverdrank te testen, gieten we wat over hem heen. Kijk. Bij de baard van Merlijn. Ik geloof mijn ogen niet. Deze toverdrank is legendarisch. De toverdrank van alle talenten. Een toverdrank die het beste in ons naar boven haalt. Zo dringend mensen. Ik weet zeker dat onze kampioen genoeg kan maken voor iedereen. Nee, duwen, zei ik. Ik eerst. Je staat er alleen voor, jonge pupil. Ik zou maar gaan kennismaken met je publiek. En ik? Mijn levenswerk heeft jou geholpen om het kampioenschap te winnen. Daar was het goed genoeg voor. Daar was ik goed genoeg voor. Ik zal niemand anders meer in gevaar brengen. Niemand kan tenslotte tegen jou op. Vaarwel en bedankt. That's it. Ja, dat is. Oké. Wij blijven hier nog lekker zitten. Kijken naar de credits. Maar ik ga wel al zeggen, vergeet geen like te geven op deze video en te abonneren. En als je geabonneerd hebt, vergeet niet op het klokje drukken voor de notificatie. Dat er een nieuwe aflevering is van een andere game op de PlayStation 3. Of op iets anders. Van een game hier op de naast. Jongens, tot de volgende. Dan gaan wij er gewoon even lekker bij liggen. Zo. Wat ben je hier? Van al dat gezicht.